Wat als Gods volk zou opstaan, levend in de wereld maar vanuit bijbelse, goddelijke principes? Wat als zij deze zouden toepassen in het dagelijks leven, levend in de wereld, maar vanuit andere waarden? Wat zou het betekenen in ons dagelijks leven, wanneer onze waarden gebaseerd op zijn woord onze levensstijl verandert, ons leven mooier en rijker maakt, onze daden impactvoller maken? Wat zou God kunnen doen door zo'n volk heen? Wat zou de impact kunnen zijn? Is mooi, mooi. Vind je mooi? Wat zou de impact kunnen zijn als het volk van God, die ongeveer 2 miljard mensen, die zichzelf christen noemen, als die zeggen Jezus te volgen, als die inderdaad wandelen in de cultuur, in de houding van het koninkrijk van God. Ik zat net even, waar staat dat ook weer? Ga je heel anders, ga je het Christus leren kennen. Dat is Efeze 4 vers 20 geloof ik, heb ik opgeschreven. Ja, ga je heel anders. Jij en ik, wij heel anders. Waarom? Omdat we Jezus hebben leren kennen. Omdat we hebben gezien wie Hij is. We zijn Hem steeds wat beter aan het leren kennen. En wat er gebeurt, ik kwam om 18 tot bekering. Alles in je denken gaat veranderen. Alles. Alles. Ik wil niet naar de kerk, ik wil wel naar de kerk. Ik wil geen geld betalen, ik wil wel geld. Ik wil niet in een team, ik wil wel in een team. Ik wil niet naar een connect, ik wil naar 3 connect groepen. En er eentje gaan leiden zelf. Alles gaat anders worden. Ik hou ineens van mensen. Ik kan me nog herinneren, ik heb het een keertje eerder verteld. Het was een meisje en toen was ik ook 18, 19. En ze was altijd aan het worstelen en ik voel God niet en al die dingen. En ik zei, weet je wat je nodig hebt? De Heilige Geest, dat God je vult met zijn goedheid, met zijn liefde. Van dat ene koninkrijk van duisternis en moeilijk naar het koninkrijk van Gods liefde, waar Jezus koning is en waar je hem leert kennen. En ik mocht met haar bidden en ze was zo volkomen veranderd. En een van de dingen die ze zei, ik heb eigenlijk, als ik eerlijk ben, nooit serieus gebeden voor andere mensen. Ik was er gewoon niet mee bezig. Ik pruttelde, Heer, geef vrede in de wereld, zoiets. En dat was het dan, als ik dat al bad. En ze zei, een van de verschillen die ik merkte, was gewoon ik zag dingen bij mensen. Ik ging ervoor bidden, ik had medelijden met mensen. Ik zag ineens iemand worstelde thuis, of situaties. En ik ging bidden, ik dacht bij mezelf, dit is raar. Heb jij dat ook wel eens meegemaakt, dat je jezelf een beetje, dat je denkt, hè? Dit is wel, maar dat is het werk van God in ons. Dus we hebben, weet je wel, divergent betekent afwijkend, anders. Er zijn 2 koninkrijken, simpel gezegd. Koninkrijk van de duisternis en koninkrijk van God. Zijn liefde, zijn goedheid. En we worden geplaatst door Jezus, door zijn werk aan het kruis. Als je hem volgt, gelooft, dan ga je van de duisternis in het licht. En alles wordt anders. En schrik niet, ik ben vaak geschrokken van wat ik maar even noem, mijn eigen stinking thinking. Zeg even tegen je buurman en buurvrouw, als ik zo naar jou kijk, heb jij daar ook nog een beetje stinking. Alleen Maaike en Rudy zeggen dat niet, want dat is niet gezellig. Daniel en Maaike niet doen, op de verjaardag zeg je dat niet. Morgen weer. De Bijbel noemt het duisternis of het vlees, weet je wel, al dat oude, dat vlees. En er staat in Romeinen heel uitgelegd dat het vlees kan God niet behagen. Er is bepaald denken in mij, stinking thinking. Ik weet, het is schokkend om dat te horen van de voorganger. Nou, hallo, zeg, we willen graag dat u toch wel, minstens. Ik ben net als jullie van vlees en bloed. Paulus zei het, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, doe ik wel. Dat vind je allemaal in Romeinen, niet in mijn preek. En dat is gewoon wat de idee dan op je hart legt als je hier staat. En dan zegt hij, wie zal mij redden, mijn ellendig mens, heb je wel eens gelezen? Want hij zat er niet. Ken je dat? Ik ken dat. Dat je denkt, zo wil ik eigenlijk zijn. En nu zie je allemaal fantastische, in mijn geval voorgangers, voorbeelden. Ik denk, oh. En ik kan mijn eigen stinking thinking, weet ik heel goed wat ik heb. En dan denk ik, Heer, er moet nog wat gebeuren. Mag ik open zijn? Of valt er nou een heilig huisje omver? Had al lang omver gevallen moeten. Vind je niet? Ja. En Paulus roept het, wie redt mij? En dan staat het volgende vers. Jezus Christus, gezegend zij de Zoon van God. Hij redt mij, hij haalt mij uit dat oude denken, de oude patroon, naar zijn denken. En weet je, ik ben aan het ontdekken, net als jullie allemaal, dat oude patroon, die oude manier van denken, wordt vernieuwd door de vernieuwing van je
denken. Nou, kerkjes zijn lekker warm. Word vernieuwd door de vernieuwing van je. Oh, dat gaat veel beter. Dus hij zegt, Jezus, red mij uit dat oude systeem. Want in het oude systeem zit je jezelf in de weg. Dan word je helemaal niet blij van, ook al ontdekt. Word je teleurgesteld, depressief en ellendig. En dan kijk je naar jezelf, je houdt niet van jezelf. Je denkt, wat is dat toch allemaal? En dan zie je allemaal geweldige heilige christenen die ook nog jarig zijn en zo. En dan denk je, en moet je mij zien? En dus Paulus zei, wie redt mij hieruit? Jezus redt je hieruit. Hij brengt je in een ander koninkrijk. Hij zegt, geef dat hele hart maar aan mij. En ik geef je nieuw hart, nieuw denken. In de wet, in het Oude Testament was het de wet. En daar zei God zelfs al, er komt een dag dat ik mijn wet ga schrijven in je hart. Zo totaal anders. Nou, vorige week hadden we natuurlijk ook al, hier staat hier, All About Jesus. Jezus centraal. En we helpen mensen om Jezus te vertellen. Als je van hem houdt, dan wil je dat doorgeven. Je wil Jezus centraal. En weet je, dat is nou ook een uitdaging. Want we hebben zelfs een liedje waar we zeggen, we zingen dat we elk uur van de dag iets ergens, ik was het aan het zingen, niet vandaag, maar dat ik dacht, we zeggen wel veel als christen. Ik snap best dat sommigen ons schijnheilig vinden. Nou, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Nee. Ik vind dat een klein beetje, dat ik denk, nou, elk uur van de... Kijk maar, dat is een liedje ergens. Hé, hey, je hebt weer lekker gebast, Erik. Lekker, ja, ik kan dat niet nadoen met mijn voet. Ik ben al blij dat ik een beetje kan staan af en toe. Maar dat doe je erg leuk. Hey, en dus we gaan vandaag verder, de big change. De big change. Weet je, er is zo'n groot verschil, zo'n groot verschil. En dat maakt je happy, maakt je blij als je begint te merken. God werkt door je heen en hij begint te spreken, hij begint te helpen. Begint te veranderen van binnenuit. Niet omdat het moet, maar omdat je merkt, ik weet je wel, God doet het in mij, door mij heen. Dat is toch geweldig. Nou, we gaan een paar teksten daarover. Weet je, het eerste, leven voor zijn doel, niet meer voor jezelf. Je leeft voor zijn doel. Gisteren waren we met de family van de ridder in Amsterdam. Op de rondvaartboot. Ja, ik kan nog niet zo heel veel, dus rondvaartboot, dat lukt. En daarna hebben ze me nog gemarteld. Als je weet waar ik allemaal heen moest lopen. Mensen, kinderen, zeg. En weer terug, ja. Het is erg, hè. Nee hoor, dat was mijn eigen... We gaan het gewoon proberen. Maar je realiseert je op zo'n moment, ik leef niet voor mezelf. Ik leef... Weet je wel, ik heb Mathilde, ik heb mijn kinderen, ik heb mijn kleinkinderen en de derde is in aantocht. En alleen dat al, dat je, ik leef niet meer voor mezelf. Elke psycholoog zal je vertellen, als je eigenlijk voor jezelf leeft, word je diep ongelukkig van. Rijk uit naar anderen, doe iets voor anderen en je zal zelf opknappen. Dat is een soort eigen paraphrase vertaling. Doe iets voor een ander en je knapt er zelf van op, zoiets. Ja toch? Hiertoe, weet je, Richteren 5, ik begin met een vrouw in dit geval als voorbeeld. De eerste voorbeeld uit de Bijbel voor vandaag, Deborah. En Deborah, daar stond, Richteren 5 en 7, leiders ontbraken in Israël. Ze ontbraken totdat, zeg even totdat. Totdat God een verschil ging maken in mijn leven. Totdat ik begon te zien, er is duisternis en er is licht. En ik kies voor licht. Er is dood en er is leven. En God zegt, kies toch voor het leven. Er is zo'n verschil, divergent. Divergent. Als je Nederlands hebt gestudeerd, weet je dat divergent is ook een Nederlands woord. Niemand wist dat, maar dat schijnt zo te zijn. Deborah stond op en ze zei, totdat ik opstond, Deborah. Opstond als een moeder in Israël, als een leider, een leidster in Israël. Ze maakte een verschil, omdat ze van het ene, van oh, het is toch wat, het gaat allemaal niet goed zo. Och, mensen, kinderen, kijk nou toch, het volk Israël gaat steeds slechter. En dan staat ze op en zegt, wacht even. Ik ga een verschil maken. Fantastisch toch? Ze maakt een groot verschil. De big change, de big change. 1 Samuel 7, 12. Samuel nam een steen en stelde die op tussen Mispa en Sen. En hij gaf hem de naam Ebenezer. Wel eens van gehoord, Ebenezer. Sommige van die kerkgebouwtjes heten zo, weet je wel. Misschien is het wel een mooie naam als we City Life Church een beetje zat zijn. Maar Ebenezerkerk. De betekenis is prachtig. Wat staat hierbij? Hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Toen ik dit las, dacht ik, God is bezig je op weg mee te nemen. Jou en mij en ons als kerk. Samuel herkende, God is bezig, we zijn onderweg met hem. Van A naar B, van duisternis naar licht. Van slavernij naar beloofd land. Iemand mag ja roepen. En dan, en hij zei, God is ons aan het helpen. Tot de dag van vandaag kan ik in ieder geval getuigen dat hij mij helpt en ons helpt om van A naar B te gaan. Van het ene naar het andere. En weet je, er is niet veel in de middel, dat denken wij.
Maar een beetje duister is een beetje licht. Ja, dat wordt niks. Toch? En dan struikel je. Want er is niet genoeg licht. En God wil zo graag dat je in zijn koninkrijk, in dat andere koninkrijk, God neemt je mee op reis. Hij is jou en mij op weg aan het meenemen. Als je dat niet zo voelt op dit moment, ga bidden. Heer, ik heb het gevoel dat ik al 3 jaar op dezelfde plek zit. Vraag, Heer, hoe komt dat nou? Wat wil u zeggen tegen mij? Wat ik schijnbaar niet helemaal heb gehoord. Of wat, ik wil weten wat u aan het doen bent in mijn leven. A, naar B, naar C. Jezus zelf zei het, als je praat over leven voor zijn doel en niet meer voor jezelf, dat is ons eerste punt van de 2 van vandaag. Als je weet dat Jezus het zelf zo duidelijk zei, op hele cruciale momenten, hier, toen hij ging bidden, vlak voordat hij aan het kruis ging, in Johannes 12, nu is mijn ziel ontroerd, wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij van deze uur, maar hiertoe ben ik voor deze urengroep, zeg even hiertoe, om deze reden ben ik gekomen. En het wordt moeilijk. We hebben dat liedje laten draaien met de LDN afgelopen woensdag. En dat liedje van Crazy. En er zit 1 regeltje in. Oh Lord, I didn't know, it's so much harder than I thought. Ik wil mezelf geven aan anderen, ik wil mezelf het beste geven. Ik wil dat ik in het lied van iemand, het hart van iemand anders een lied kan leggen wat doorgaat als ik er niet meer ben. Dat je denkt, wat een prachtige tekst. En er zit 1 regeltje, it's so much harder than I thought. Hey, christen leven is niet altijd makkelijk. We gaan tegen de stroom in. Mensen verklaren je voor gek, die elke zondag in de kerk. En, oh ja, en ook al door de week, ze kinderen zeg. In een kerk, die lopen toch leeg. Mensen verklaren je voor gek. Als je zegt, ik hou van Jezus. Oh ja, echt? Oh. En ik lees de Bijbel. De Bijbel, is dat niet heel erg achterhaald? Mensen, weet je wel. Oh, trouwens, het valt wel mee hoor. De Bijbel is oké en Jezus is fantastisch. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Lieve mensen daar op livestream. Hallo allemaal. En online en alles wat je doet. En leuk dat je meekijkt. Onze digitale community noemen we dat tegenwoordig. Weet je, dus hier, Jezus zegt het. Maar juist hierom ben ik gekomen. Omdat op dit moeilijke moment moest hij de keus maken. Ja, maar nou, hierom ben ik gekomen. En even op een ander moment, Johannes 18 zegt hij nog een keer. En dat vind ik wel, ik ga dat even staan doen. Ik vind dit een zeer indrukwekkende tekst, een moment. Dat Jezus voor Pilatus staat, vlak voor de kruisiging. Pilatus zegt, ik heb de macht om je vrij te laten en om je te laten kruisigen. Wat een tekst. En dan zegt Jezus, je hebt de enige macht die je hebt, dus de macht die God je geeft. En dan zegt hij dit hiertoe, om deze reden, dat zegt hij op misschien wat moeilijkste moment, een van zijn moeilijkste momenten van zijn leven. Ben ik gekomen, hierom ben ik gekomen, om van de waarheid te getuigen. Zet die tekst maar op het scherm, ik ben een tekst aan het voorlezen. Johannes 18, staat hij niet op scherm? Scherm is blank. Nou ja, daar staat het. Ja. Hierom ben ik gekomen, om van de wereld te getuigen. De mensen moeten het weten, de waarheid. Om te getuigen van de waarheid, van Gods liefde, van Gods redding. En dat er een ander koninkrijk is, wat nu nog niet zichtbaar is met het natuurlijke oog, maar zo tastbaar met je geestelijke oog. Jezus zei het, hiertoe ben ik gekomen in de wereld, omdat ik voor de wereld zou getuigen. In Johannes 4, vers 10, ik heb het vaker gebruikt, dan zei Jezus tegen die vrouw bij de bron. En hij zegt, als je eens wist wie er met je praat, als je wist wie er met je praat, dan zou je mij vragen en ik zou je levend water geven. Je zou nooit meer dorst hebben. Weet je, dat wil ook God bij jou en mij leggen, die passie. Als je praat met je buurman, als je praat met iemand op je werk, als je praat met iemand op de sportvereniging. Hey, die kerk, hè, vind je dat nou echt leuk? En je zegt, als je eens wist, ik kan het, wat er in me leeft, man. Als jij dat zou kennen, zou je geen dorst meer hebben in dit leven. Je zou voldoening gaan proeven, een vreugde die je verstand te boven gaat. Zo mooi. 1 Petrus 2 vers 21, ik heb een paar teksten waar ik enthousiast over ben, weer met hiertoe. Om deze reden. We leven voor Gods doel, niet meer voor onszelf. Dat hoop ik. En daar zijn we ook allemaal in aan het groeien daarin. Maar ik geloof het. 1 Petrus 2, 21. Want hiertoe ben je geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft. En u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat wij in zijn voetstappen. Dat kan toch niet zittend breken, dit. Ik moet weer even. Opdat we in zijn voetstappen zouden wandelen. We zijn volgelingen van Jezus.
We volgen hem, we houden van hem meer en meer. We willen hem steeds beter leren kennen en meer van hem gaan houden. En hem volgen. En hiertoe ben je geroepen, zegt Paulus daar. Is dat Paulus? Petrus zegt dat waarschijnlijk. En Petrus. Petrus zegt dat. Hij zegt, hierom ben je geroepen dat je zou gaan wandelen in zijn voetstappen. Achter hem aan. En lieve mensen, dat is zo, het vlees roept en schreeuwt, wil ik niet, geen zin, geen tijd. Ken je al die stemmen van binnen? Geen tijd, geen zin, moet dat nou, het regent. Het is te slecht weer om naar de kerk te gaan. Oh, kijk nou, het is eindelijk 23 graden. Het is veel te mooi weer om niet naar de kerk te gaan. Goed zo, goed zo. Het schijnt dat we zomer krijgen eind van deze week. We gaan het meemaken. Dus kijk hoe dat voelt. Oké, dus weet je, ik ga even door. Doelgericht leven. Kan je nog herinneren, als je hier wat langer zit in de kerk? Doelgericht leven. Dat is nog steeds helemaal waar, hè? En waar is dat als we praten, we leven voor zijn doel en niet voor onszelf? Mag ik je in 2-3 minuten even herinneren aan die doelgericht leven? Aan die dingen die Jezus ons heeft geleerd? En dat is gebaseerd natuurlijk, Lucas 10, vers 27. En dan zegt de Heer het zo. Hij antwoordde en zei, je zal de Heer je God lief hebben met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht, heel je verstand. Dat is heel veel. En je naast als jezelf. Daar zijn God heeft volgens, weet je wel, we hebben toen dat boek gelezen, Doelgericht Leven. En er werden 5 doelen genoemd. De eerste was, je bent gemaakt om van God te houden. Als we praten over, we leven voor zijn doel. Dan komt er niet in de eerste plaats een lijstje met taken. Sommigen zijn daar bang voor. Nee, ja, als ik dat echt ga doen, ja, dan moet ik dus van alles gaan doen voor de Heer. En dat is religie, dat is de wet. En God zei, nee, ik wil dat je mij leert kennen, van mij gaat houden. Aanbidding is onze reactie op Gods liefde. God houdt van jou, Jezus heeft zijn leven gegeven. En wat wij terug beginnen te doen. Niet een lijstje van taken in de eerste plaats, maar ons hart die zich opent. Heer, dank u wel. Dankbaarheid en aanbidding en verwondering naar de Heer toe. En het tweede wat hij daar noemt is, en je naast als jezelf. Het tweede doel waar God ons voor gemaakt heeft, is dat we gaan omzien naar anderen. Gaan houden van anderen. Houden van God en houden van anderen. We hebben het over leven voor zijn doel. Houden van de Heer. Jouw liefde laten groeien voor hem. En houden van andere mensen. Iets gaan betekenen, verschil maken, mensen helpen in Jezus' naam. En het derde wat we toen noemden, was discipelschap. Dat is gebaseerd op de grote opdracht, weet je nog? Matthäus 28, ga de wereld in. En maak alle volken tot mijn discipelen. En leer hun wat ik jou heb geleerd. Dat is waar je voor leeft. Dat is de grote opdracht, noemen we dat. Dat noemen wij zo. Dat staat, weet je wel, als kopje boven bij de Bijbel. En God wil dat je anderen gaat helpen. Gaat vertellen wat hij jou heeft geleerd. Discipelen maken. Anderen helpen om volgelingen van Jezus te worden. Om ook hem te gaan volgen, zoals jij dat ook doet. En de vierde is de bediening in Efeze 2. En er zijn verschillende teksten over. Efeze 2, vers 10. We zijn gemaakt door hem. Volgens mij staat hier in de 1 Engelse Bijbel, his masterpiece. En het is, ja, sorry hoor, ik ga even uit mijn boekje nou. Er staat, his maaksel zijn wij. Het lijkt een beetje, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, als we beginnen met een B. Maar dat ga ik niet uitspreken. Nee, dat kan niet. Als Mathilde dat later terugluistert, dan krijg ik grote problemen thuis. Maar ik vind geen inspirerend woord. Je bent het maaksel. Gelukkig beginnen met een M en niet met een B. Maar ik vind het niet inspirerend. Ik vind het veel inspirerender wat de Engelse Bijbel zegt. His masterpiece. Je bent zijn masterpiece. Hij heeft dus even tijd genomen. Dat geldt vooral voor de vrouwen, dat wist je. Hè? Want hij creëerde Adam, hij formeerde Eva. Dat weet je. De mannen hebben daar allemaal grapjes over, zeg maar, onderling. Ook dat gaat niet over de Bijbel. Oké, nou, dus. Maar God heeft tijd genomen om jou te maken. Te creëren, te formeren. His masterpiece. Het moet diep zakken in jou en in mijn hart, het DNA. Want de vijand heeft allemaal leugens en halve verhalen over jou. Je bent nog niet klaar. En wie ben jij nou helemaal? En je bent nog een beetje schijnheilig. En je bent nog een beetje zus. En je staat met je handjes omhoog te zingen, maar door de week. En dan zeg je, duivel, ik heb hier gewoon geen zin meer in. Hoepel op, meld je bij Jezus. Aanklachten, linksaf. Voor jullie rechtsaf.
aanklachtenbureau Jezus. En dan hoor ik wel wat hij ermee doet. Nou, dat heb ik al gehoord wat hij ermee doet. Die heeft dan het kruis genageld. Hier kom ik niet verder mee. Het antwoord is, ik ben zijn masterpiece. En ik ben nog steeds under construction. God is bezig. Maar het gaat de goede kant op. Toch? Jullie knik nou even. Ja. Zeg even tegen je buurman en buurman, het gaat de goede kant op met je. Want Jezus woont in je. Ik heb hoop dat het ook met jou goed gaat komen. Nou, vooruit maar weer. His masterpiece zijn wij. Weet je, en dit is discipelschap, de bediening. God wil dat je hem dient met vreugde. Psalm 100 vers 2. En de vijfde was de missie. We hebben een missie. Lucas 14 vers 23. En ik wil Ferdinand vast af naar voren vragen. Kom vast, Ferdinand. Ik ga even kort getuigenis geven. We hebben een missie. Lucas 14 vers 23. De Heer zei tot de slaaf. Ga de wegen de paden in. Dwing ze binnen te komen. Want mijn huis moet vol worden. Hey, in de hemel is Gods woningen aan het voorbereiden. Een groot huis. De kerk is een afschaduwing daarvan. Tabitha vindt dat een mooie gedachte. Fijn. De kerk is daar een afschaduwing van. Van uiteindelijk het huis wat God aan het bouwen is. De hemel zijn thuis vele woningen, zei Jezus. En de Heer zegt, mijn huis moet vol worden. Nodig ze uit. Haal de mensen. Vertel ze over mij. En dat is de missie die we hebben. Hey, dit is Ferdinand. We gaan naar puntje 2. Puntje 2. Jouw rol is belangrijk in het grote geheel. Ja. Ferdinand, hij zingt een beetje. Kom een beetje zo. Hier zingt hij niet. Hoor je dat? Ja. Ik hoor het niet. Ik sta niet zo. Nee, maar nee, ik wel. Hey Ferdinand. Goedemorgen. Ja, dat doe ik wel. Okay. Goedemorgen. Ja. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben buschauffeur bij Connection. Ja. In het dagelijks leven. Ja. En je hebt niet lang hoor, maar het is niet altijd leuk op de bus, hoorde ik van je. Nee, ik doe het al 10 jaar en soms ja, soms heb ik het heel moeilijk. Want ja, net wat je zegt, de mens verhardt in de maatschappij. Ja, dat merk jij ook. Ja, dat heb ik ook. Het is gewoon, je moet je bus van punt A naar punt B brengen. Dat is het eigenlijk. Ja. En er is geen liefde meer. Pas geleden was er iemand heel vervelend tegen. Ja, 4 maanden geleden ben ik ook bedreigd op de bus. Met de dood en dat soort dingen. Oh. Ja, het... Ja, dat is de wereld waar we in leven. Hè? Nee, maar ja, gelukkig. Ja. Ik heb me ook ziek gemeld. Ik ben ook 3 maanden thuis gebleven. Ja. En ik heb me over stress en spanning, want ik kon het niet meer... Die liefde die ik had voor mensen, die kon ik niet meer... die kon ik niet meer brengen. Want die liefde, die heb je, hè? We zouden het even hebben over... Je kwam hier de kerk binnen. Ja, ik kwam hier. Hoe lang is dat geleden? 8 januari 2017. Oké. Okay. Dus vorig jaar, ja. En... Maar in het begin had je... Ja, ik werd hier gestuurd door God. Ja. En in het begin was je moest hier zijn, zoiets. Ja, zoiets. Ja. Ja. En ik dacht van, ja, wat doe ik hier? Ja. En, ja, ik vind het allemaal leuk. Je ziet al die mensen, net wat u zegt, met handen in de lucht. En springen en dansen. En ik denk, ja, dat is echt serieus. Dat is niks voor mij. Nee. Ik denk, af. Ja. Toen zei Ruben nog van, wie is hier voor het eerst in de kerk? Ik zeg, nou, ik. Dus 600 man naar mij kijken en klappen. Ik denk, ik denk nee, dat is, dat is echt niks voor mij. Nee. Maar toen ging er iets enorm veranderen. Ja, ik ging bidden en toen voelde ik wel iets. En ik kwam dus hier, ik wilde weten wat het was. Dus ik kom elke week en toen hoorde ik ook die preek. En ik denk van, ja, dat zal wel allemaal zo zijn. Ja. En dienen en mensen helpen. Had je daar zin in, gelijk? Nee. Dienen en mensen helpen, nee. Ik ben altijd, als ik iets deed... En we lopen steeds meer naar eigenlijk, hoor. Nee, prima. Nou, als ik iets deed, was het altijd voor wat, hoort wat. Als ik iets deed, dan... Je wil wel wat doen, maar dan moest ik er iets voor terugkrijgen. Maar gaandeweg heb ik dat geleerd door God in mijn hart te ontvangen en mijn relatie met hem aan te gaan. Heb ik geleerd dat het niet zo is. Dat hij gewoon zegt van, joh, weet je, jij hebt een pad, ik begeleid je daarbij. Ja. En kijk maar wat eruit komt. En ik, wat eruit, wat en toen ben je dus begonnen. Waar ben je mee begonnen? Iedereen zei dat ik heel goed was met mensen. Dus heel veel verschillende mensen. Andries, George, mijn connect leider. Die zeiden, joh, misschien welkomsteam. Is dat niet iets voor jou? Ja. Dank je. Ja, ja. Dus ik stond aan de deur. Nou, het was echt heel voldoenend. Want er kwamen al mensen naar de kerk. En die zag gewoon mij dan al aan de deur staan. En met Edwin en andere mensen. Ja. En die waren al blij van, hey, goedemorgen, je bent er weer. En dat soort dingen. Ja. Dat gaf mij voldoening. Dat gaf je voldoening. Ja, maar dat was... Dus eigenlijk ging je van eerst geen zin. Ik had er geen zin in. Geen zin in. En toen ging je het doen en toen gaf het voldoening. Klopt. Maar dat was wel leuk om te doen, maar mijn hart lag toch ergens anders. Mm. En daar heb ik God om gebeden. Ja. En echt waar, en toen kwam Ruben een paar maanden geleden naar me toe. En ik zeg, jij bent zo goed met kinderen, wil je niet iets in het kidsteam gaan doen? Ja. En toen dacht ik ook van, net als in het begin, nee, dat is niks voor mij joh, al die kinderen. Nee. Ja, precies. En ik heb het gedaan, en eerlijk waar gezegd,
Het echte heeft mijn hart echt gewoon vervuld met veel liefde. Want die kinderen zijn zo puur en zo mooi. Ja, mooi, mooi. Dankjewel. Ja. Hey, heel gaaf. Ja. En misschien zit hier wel iemand, ik denk het niet hoor. Ja. Maar iemand die geen zin hebt in dienen. Zou kunnen dat er iemand is hier. Kan. Heb jij nog een laatste tip? Ja, wees niet bang. Stel je hart open voor God. Je relatie met God. Ja. En hij gaat je leiden. Maar wees niet bang. Durf die stap te nemen. Ja. Is het niet voor jou, geef niet. Dan is een ander pad. Maar hij gaat je leren om jouw pad te vinden. Fantastisch. Dankzij de kerk, dankzij de mensen in de kerk, de pastoor. En iedereen om ons heen gewoon. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Hey, applaus man. Ja. Hey. Fantastisch. Hey, je hebt een puzzelstukje op je stoel gevonden. Ja, en het wordt langzaamaan tijd dat we gaan ontdekken waar dat voor is. Ik vind het een inspirerend verhaal van Ferdinand. En we gaan het filmpje starten van de timelapse. En let op wat dat wordt. Let op wat dat wordt. Weet je, ik geloof. Draait hij al? Oh ja, kijk. Weet je, ik geloof, je snapt waarschijnlijk de boodschap al. Iedereen is een puzzelstukje in het plan dat God heeft. Ook hier in de kerk. Iedereen heeft een plek. En het grappige is, deze film kostte 8 uur. 3 mensen zijn hier bezig. 8 uur, dat is een grote puzzel. En ik vraag me wel eens af hoe lang God bezig is met jou en mij. Om eindelijk dat stukje wat jij bent, dat puzzelstukje, in zijn plan te leggen. Je hebt gaven, talenten. Je hebt de mogelijkheid om een zegen te zijn. Je hebt de mogelijkheid om iets te betekenen. Je hebt de roeping om iets te betekenen voor iemand anders. God wil dat je deel bent van wat hij voor je heeft. Weet je wel, jouw rol. Dat is ons tweede punt. Maar laat die film even. Hoe ver zijn we? Je ziet wat dat wordt, hè? Jouw rol is belangrijk. De vijand probeert je soms wijs te maken. Of wat hij net zei. Ferdinand, geen zin. Weet ik allemaal niet. Niks voor mij. Weet je, de vijand probeert altijd af te remmen. En te stoppen. En nee en niet. Maar God roept ons. Om die plek in te nemen. Die God voor je heeft. En wat je talenten ook zijn. Wat je talenten ook zijn. En dat je zegt. En ik vond het zo mooi wat hij zei. Probeer gewoon wat. En ik kan me niet voorstellen dat Welkom Team niks voor hem was. Als ik hem zo zie, zijn karakterstructuur. Maar wat goed dat hij zegt, nee, ik ervaar dat God me wil gebruiken bij de kinderen. Kinderwerk en gaat mee op kinderkamp en allemaal hartstikke gaaf. Maar ik hoop dat je naar huis gaat zometeen met dat puzzelstukje in je zak. Ja, ik wil die plek innemen. Ik wil dat wat God voor mij heeft. Ik wil dat hij dat... Oh, is hij al klaar? Maar zag je ook dat er één... Dat moest ik nog even laten zien, hè? Wacht even hoor. Kan die even terug op het allerlaatste stukje? De conclusie. Dat er één stukje weg was. Heb je dat gezien? Ja, nee. Oké, dit gaan we in de tweede dienst nog even doorspreken. Hij moet blijven stilstaan. Dat je de hele puzzel ziet. En hier is de puzzel. Ja. Daar. Dit is hem. Je ziet het niet zo heel goed op dit scherm. Maar er was één puzzelstukje. Dit is de puzzel. Uiteraard de foto vanaf het balkon genomen. Eén stukje is weg. En wat gebeurt er als je een mooie puzzel ziet en er is één stukje weg? Wat zeg je dan? Wat een mooie puzzel. Zeg je, nee. Wat jammer nou. Er is een stukje weg. Kan het zijn dat God het wel eens over mij gezegd heeft? Misschien wel over jou. Wat jammer nou. Mijn werk is niet klaar. Mijn werk is nog niet af. Er is één stukje wat nog mist. Hey, we sluiten af met één tekst. Ik had er nog 3. Even kijken welke. Oh. 1 Korinthe 12 vers 19 uit de Message. But I also want you to think about how this keeps you your significance from getting blown up into self-importance. Je bent belangrijk. Maar de Heer zegt, ik wil niet dat je dat je jezelf gaat opblazen hoe belangrijk je bent. Er zijn hier mensen met prachtige talenten. En die dat zelf ook wel een beetje vinden.
En dan zegt de Heer, nee, wacht even, dat is niet de houding. Je hebt prachtige talenten, maar ik wil dat je ze gewoon gebruikt voor mijn koninkrijk. Not from, you know, keep you, your significance from getting blown up into self-importance, zelfbelangrijkheid. For no matter how significant you are, wat voor prachtige talenten je ook hebt. It's only because of what you are part of. Wie je ook bent. Sommige mensen hebben een laag zelfbeeld, maar er zijn er ook die hebben een veel te hoog zelfbeeld. Over al hun fantastische talenten. En de Heer zegt, het maakt niet uit wat voor prachtig hoe, maar wat het verschil is, is waar je deel van bent. Die puzzel. Het koninkrijk van God, de kerk. Dan pas begint het echt significant te worden. An enormous eye or gigantic head wouldn't be your body, but a monster. Je kent ze niet hier in de kerk, zijn ze niet. Maar je komt als christenen tegen, die hebben zulke fantastische talenten, dat ze dat in de kerk niet kunnen gebruiken. Dat is nou jammer. En hier in deze tekst staat weer, nee. Jouw fantastische talent heb ik je gegeven om mij te dienen. Om mijn huis te bouwen, mensen te zegenen en in de wereld een verschil te maken. Allebei. Niet het een of het ander. Allebei. Zodat jouw talent, wat hij je gegeven heeft, een verschil gaat maken in het grote geheel. What you're part of. Begrijp wat ik bedoel? Wat dat ook is. Je hebt een plek in zijn lichaam. Jij bent dat puzzelstukje voor hem en voor zijn lichaam. En ik hoop zo dat je geïnspireerd bent om niet meer voor jezelf te leven. Dat alles om jezelf draait. Want je zegt, nee Heer, het gaat om u. Het gaat om uw koninkrijk. Het gaat om de mensen die u mij geeft in mijn leven. Ik wil u dienen met vreugde. Laten we bidden. Laten we gaan staan. Gaan we bidden. Vader, dank u wel Heer. Dat u ons zo inspireert en oproept. Om een leven te leven wat een verschil maakt. In Jezus naam. Met uw glans, met uw glorie. Met uw zalving daaroverheen. Dank u wel daarvoor, Heer. Heer, vandaag opnieuw willen we uitspreken dat we niet meer voor onszelf leven. Ik vind, ik wil, ik moet, ik ga, ik zal. Verlos ons daarvan, Heer. En breng ons in het koninkrijk van uw licht en uw liefde. In heel ons denken. Dat we u mogen dienen met vreugde. Een verschil mogen maken in uw kerk en in de wereld waar u ons plaatst. Allebei in Jezus' naam. En iedereen zegt amen. Wat als Gods volk zou opstaan, levend in de wereld maar vanuit bijbelse, goddelijke principes? Wat als zij deze zouden toepassen in het dagelijks leven, levend in de wereld, maar vanuit andere waarden? Wat zou het betekenen in ons dagelijks leven, wanneer onze waarden gebaseerd op zijn woord onze levensstijl verandert, ons leven mooier en rijker maakt? Onze daden impactvoller maken. Wat zou God kunnen doen door zo'n vlak 1? Wat zou de impact kunnen zijn?